Ja, er is er een jarig. Lang zal ze leven. Ja, dacht het wel. Van harte gefeliciteerd, Koningin. Hiepe de piep. Lieve, lieve Rick. Wij willen jou heel erg feliciteren met je 60-jarige verjaardag. Nou, zoals je weet, je bent niet alleen mijn zwager, maar ook onze hele goede vriend en een soort broer van mij. Zo lang ben jij al in de familie. En ik hoop dat wij nog heel veel leuke dingen en heel veel jaren met elkaar leuke dingen kunnen blijven doen. Heel veel liefs. Hey Ricardo, Matti. Lekker altijd leuke dingen gedaan. Al 30 jaar zijn we bijna broer en broertje jongen. En tot op de dag van vandaag, I love you. Echte vent, topper. Geniet van je verjaardag, maak er wat moois van en dat we nog vele verjaardagen mooie vieren. Love you. Gefeliciteerd! Lieve en zeer dierbare zwager, ja, het liefst had ik je natuurlijk persoonlijk een dikke verjaardagsknuffel willen geven. Maar dat gaat helaas in dit coronatijdperk niet. Dus bij deze een digitale knuffel. Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan, lieve Rick. Het is heel gek. Ik vind het echt heel onwerkelijk. 60 jaar. Ik kan me nog herinneren dat 45 jaar geleden waren we op vakantie in Joegoslavië. En toen vertelde Shirley, ik heb verkering met een heel leuk vriendje. En dat was jij. Je bent gewoon nooit meer weggegaan. Dus ik beschouw je eigenlijk helemaal niet als een zwager, maar veel meer als een broer. Want we hebben ontzettend veel meegemaakt in de familie. Wij hebben veel meegemaakt. En dat dan de familie heel veerkrachtig en liefdevol is, dat hebben we ook allebei ervaren, zou ik zeggen. Dus, ik wens je nog hele fijne, mooie, bijzondere jaren, waar wij hopelijk ook deel van uitmaken. Graag, gaan maken. Heel graag. En maak er een hele fijne dag van. Dag lieve Rick. Dag. Doei. Lieve ome Rick. Ja! 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 Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We wensen je nog vele jaren. Hoera! Hoera! Gefeliciteerd! Hoi Rick, 60 jaar alweer. Als ik dan bedenk dat je 47 was toen we elkaar leerden kennen, dan gaat de tijd wel heel erg snel. Reden te meer om er elke dag van te genieten. Ik wens jou een hele fijne verjaardag, nog hele vele gelukkige en gezonde jaren. En deze gaat er vanavond aan op jouw gezondheid. Doei! Hallo Rick, gefeliciteerd met je verjaardag. 60 jaar al wel weer. Wij zijn daar al een tijdje, maar jij hoort er nu ook bij. We gaan dadelijk een rondje maken in de Natalstraat. Daar waar het allemaal begonnen is. Op nummer 5 en bij je buurjongen op nummer 7. Dus tot zo in de Natalstraat. Daar zijn we dan, in de Natalstraat. Een terugblik voor Rick van der Poorten. Nou. De ingang van de Natalstraat. Op nummer 1 de familie Prins. Op nummer 3 de familie zonder kinderen. Op nummer 5 de familie van der Poorten. Op nummer 7 de familie van Wijk. Op nummer 9 de familie De Koning. En op nummer 11 de familie Burghout. Op nummer 5. En natuurlijk op nummer 7. Vaste maatjes, jarenlang. En nog steeds. Oké, ik neem even het verslag over. Hier komt dan de reporter, Jan. We hadden de opdracht gekregen om liggend te filmen. Dat had je al niet helemaal begrepen. Maar hij komt nu toch liggend filmen. Jan die dacht, hoe gaan we dat nou toch doen? Maar goed, ik hoop dat het goed gekomen is. De achterkant van het huis. Toen en nu.
En natuurlijk het schuurtje in die tuin die toen zo groot leek. Je kan het je nu niet meer voorstellen, maar 50 jaar geleden kon je hier zo naar de slaapkamers van de overbuurmeisjes kijken. Romy woonde daar. En oh, wat had Rick een mooi uitzicht vanuit zijn slaapkamerraam. De winkels. Hier zat vroeger de Spar, de Bakker, Dempy Ramfire en natuurlijk de snackbar. En volgens mij zit hij er nog steeds. Ja hoor, Party Service Bonnes. Het zit er nog wel. Hier was vroeger de ingang van het park. Ondertussen staan daar ook alweer huizen. En aan de rechterkant, denk ik, voor de kijkers links, de boezem. Daar hebben we heel wat natte voeten en pakken gehaald. Schaatsen in de winter en peddelen met de kano's in de zomer. Dit was vroeger het trapveldje. Nu staat er een gigantische boom. Die boom is dus ondertussen al, nou, wat denk ik, 45 jaar oud. De boezem en de dijk. Nu vol met huizen. Vroeger waren daar scheepswerven. Olga, je moet er ook op. Het pad achter het huis. Een van de dingen die eigenlijk het minst veranderd is. Rommelige schuurtjes, een scheef tegelpad en nogal wat onkruid. Lieve Rick, ook ik wil je van harte feliciteren met je 60ste verjaardag. Ken je nu al ruim 37 jaar. Waar blijft de tijd? Ik wens je heel veel gelukkige en gezonde jaren met Shirley, je kinderen en je kleinkinderen. En we hopen heel snel een toast met je uit te kunnen brengen. Thank you.
Lieve Rick, van harte gefeliciteerd. Goeie vriend van ons. Topper. Nou ja, topper, dat valt er ook allemaal wel weer mee. Maar wij vinden het eigenlijk best wel leuk dat je jarig bent en dat je ook ja, steeds weer wat ouder wordt en nu weer een stapje dichter bij mij bent. Dus ik vind het hartstikke tof om je zo via de video te feliciteren, lieve vriend. We hopen dat je een hele goede dag hebt met alle belangrijke mensen om je heen en... Nou ja, ik geef nu Anneke maar een kus, maar eigenlijk hoort hij bij jou een beetje. Hey, het allerbeste en ja, we sluiten af hè, met dit toch, An? Ja, van harte gefeliciteerd. Lieve Rick van de Poorten, hartelijk gefeliciteerd. 60 jaar geworden, fantastisch. Maak er een fijne dag van, jongen. Hoi Rick, Jeanette. Van harte gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. En hier is de jongste Mirjam, 60 jaar, helaas op een hele vervelende manier dat je moet vieren, vandaar dat we het op deze manier doen. Maar we willen je van harte feliciteren met je 60ste verjaardag, een hele mijlpaal. We houden van je, we zijn familie, voor altijd! Hey Rickmans, van harte gefeliciteerd jongen. Wij zitten hier helemaal klaar. Voor Woningsdag, want dat is het namelijk morgen. Kijk, carnaval konden we ook al niet meedoen, dus wij dachten we zijn helemaal klaar voor Woningsdag. Maar ja, nu nemen we een filmpje op voor jouw verjaardag. We hebben er alvast wat genomen op jouw verjaardag. Alleen mijn corona beetje. Dit keer. Ja, dus ja, 48 alweer. Het is bom. 48. Het is ongelooflijk. Nou, een hele, hele fijne verjaardag. En met je gezin. En heel veel geluk de komende tijd. Okay. Toch? Ja, vind gaan ik we ook. Nog zingen of niet? Nee, we gaan niet zingen. Gaan nee, niet zingen. Ben jij gek? Rick, we gaan niet zingen. Rick, van harte gefeliciteerd. Het gaat je goed. Allemaal. Ja, met je nek. Gefeliciteerd. Yo, hoi. Ja. Hey Rick. Gefeliciteerd, oude jongen. We zitten al een biertje te nemen op je verjaardag. Het gaat heel goed komen met je. Ik ben al 2 weken bezig om te checken of 6 goed is. Nou jongen, het is goed. In deze coronatijden, 1,5 meter, alsnog gefeliciteerd. Een hele gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei. Vanaf Langeac, Frankrijk. Ik wens jou op 15 mei een hele, hele leuke dag met al je lieve mensen om je heen. En proost en van harte gefeliciteerd. Hoi. Hoi. Oh, Shirley en Rick, da 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 da. Oh, Shirley en Rick, da 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 da. Less is more and more is less, het is maar hoe je het beziet. Daarover is het laatste woord nog zeker niet geschied. We leerden elkaar kennen op de fotovak, allebei al met een ander diploma op zak. De twee oudsten in een jonge groep, maar maandag wel als eerste op de stoep. Wat
Wat hebben we een lol gehad, want je bleek bovendien enorm gevat. Ja. Bij een voetopdracht met gebak hadden we verzaakt. Helaas hadden we toen het gebak al soldaat gemaakt. Ja. Eindopdracht in Verviers, wat een foto's, o jemine. Oude fabrieken en machinedetails bleken een goede combinatie. Want het resulteerde uiteindelijk in een gouden felicitatie. Daarna talloze etentjes met onze meisjes en met z'n tweeën een paar fotoreisjes. Gefeliciteerd met je vader Abraham plus 10. Zodra het kan, laat elkaar gauw weer zien. Hallo Rick, beste zwager, gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. Rick, gefeliciteerd en tot snel. Ja Rick, het is allemaal een beetje weinig spontaan, maar dit is al take 9 denk ik. Dit is niet helemaal ons ding, maar vanaf hier, vanuit quarantaine, wens je een hele goede verjaardag en een heel mooi nieuw levensjaar. En tot gauw. Ja, Rick, gefeliciteerd en een hele fijne dag. Het is 15 mei 2020. Een bijzondere dag. Rick wordt namelijk 60. We zullen even inzoomen op Oud-Alblas, want ook hier is dit bericht aangekomen. Happy birthday to you, in de wei staat een koe, en naast die koe staat een paard, en nu willen we taart. Lieve Rick, heel hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal. We hopen dat je een hele fijne dag hebt. Gefeliciteerd van ons! Doei. Doei. Doei! Doei, doei! Hello! Hi! It's part of your Australian family wishing you, Rick, a very happy birthday. This is a very special, momentous occasion. We wish we could be there with you. But unfortunately, we are separated by distance. I think we're going to try and sing you a happy birthday. So maybe, maybe not. Let's see. So anyway, this is our attempt. So happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rick. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray. Hooray. Hip hip. Hooray! Hip hip! Hooray! We hope you have wonderful celebrations. It's such a weird time, but we love you a lot, and we're always talking, well, quite often talking about coming and visiting you in Europe. So we hope to see you when things are a bit more normal, and hopefully we can all spend time. And I'm being told to wind up, so love you lots. Sending you lots of love. Mwah, mwah, mwah. Mwah. Bye. Van achter een echte Rick feliciteren wij Rick van harte met zijn 60ste verjaardag. Ja, lieve Rick, we feliciteren jou met je 60ste verjaardag. Wat een mooi kroonjaar, of moeten we zeggen coronajaar. Hoe dan ook, het zal je lang heugen deze verjaardag. Dus wij proosten op jou. En ondanks alles, een hele fijne verjaardag met je familie. Proost! Ga je goed? Lieve Rick, je bent vandaag 60 jaar en wij hebben heel veel haar. Ja, in coronatijd, niemand hier daarom benijdt. Geen foto's om te schieten en ook geen visite. We kunnen niet met je kroelen, maar je wil een beetje jarig laten voelen. Hartelijk gefeliciteerd! Hoi Rick, ik kom je even feliciteren met je 60ste verjaardag, heb ik gehoord. En ja, bij deze een hele fijne dag toewensen met z'n allen. Waarschijnlijk heeft de familie de hele boel al opgepimpt, versierd, ballonnen en al het andere wat nodig is voor een leuke verjaardag. En bij deze dikke kussen, muah, en een hele fijne dag. Hey Rick. Hey Rick. Van harte gefeliciteerd jongen. Gefeliciteerd met je verjaardag. 60 jaar alweer. Ik wens je alle gezondheid, geluk en heel veel gezelligheid met je familie en je vrienden. En we toasten op de volgende 60 jaar. Fijne dag. Gefeliciteerd, lieve schoonzoon. Met je verjaardag natuurlijk. Je bent al heel lang bij ons in de familie. En we zijn nog steeds blij met je. Veel liefst van je schoonmoeder. Nou jij.
Ja, je vader, je schoonvader kan niet achterblijven natuurlijk, hè? Want die oma die is me altijd voor. Maar dezelfde goede voornemens, hè? Hey, en een fijne tijd. We houden van je. Ja. En hiepelepiepoera. Hoera. Hallo Rick, we staan hier op de Van Brienoordbrug. En hier vandaag willen we jou een hele fijne verjaardag wensen. En gefeliciteerd. Gefeliciteerd met je verjaardag, kan je? 60 jaar, word je maar één keer. Groetjes. Groetjes. Doei. Ik wil je van harte feliciteren met je 60ste verjaardag. Voor die 60 jaar kennen wij jou al 45 jaar. Ik weet nog de eerste keer. Merel was al heel klein. En wij zaten wat te drinken in Heersdam aan het zaaltje. En wie kwamen daar voorbij varen? Jij met Shirley in het bootje. Langs de tijd heb je met Shirley drie prachtige kinderen. Suus met haar cheert en schattige Emma. Tom en Mandy met hun grappige Veet en Haley. En niet te vergeten, supersister Nadine met haar Melvin. Rick, heel veel gezonde jaren nog. Heel veel liefs van Ineke en ook namens Fred. Hallo Rick, als eerste gefeliciteerd met het behalen van de 60 jaar. Eigenlijk een kroonjaar, ik denk eigenlijk in dit geval meer een coronajaar. Maar goed, je hebt het wel gehaald. Sinds 2002 hebben wij contact, dan met tussenpozen. Dat is beter voor jou natuurlijk. En in die tijd een aardige band opgebouwd. Statistisch gezien is tussen de 50 en de 60 jaar voor mannen de meest gevaarlijke leeftijd. Nou, ik denk dat we daar beide wel van kunnen meepraten. Maar aan de andere kant, we gaan het waarschijnlijk ook beide halen. Dus dat is al heel mooi. Na de 60 is het all the way downhill. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, geniet van je familie, geniet van alles wat je hebt. En ik wens je een hele fijne dag, Dick. Tot ziens. Dag hoor. Hey Rick. Wat hoor ik nou? Ja. Bejarig. Maar dat wist ik al. Van mijn kalender. Maar ze zeggen nu dat je 60 bent geworden. 60? Jij? 60? Kan niet. Er moet minstens een fout gemaakt zijn van 5 jaar. Misschien zelfs wel van 10 jaar, zou ik zeggen. Maar ja, ik denk dat het de coronacomplot is. Ik denk dat het vieren van een kroonjaar van jou nu, dat dat echt is om te laten voelen hoe beroerd het is dat wij jou vandaag niet kunnen komen feliciteren. Of dat het is om je heel duidelijk te laten merken of ons te laten weten dat jij nog lang niet tot de coronadoelgroep behoort. Of vier je vandaag je verjaardag omdat het toevallig is dat je 61 jaar geleden geboren bent. We zullen het nooit weten, denk ik. Wat we wel zullen weten, hoop ik, is hoe jouw verjaardag eruit ziet. Ik neem tenminste aan dat jij op jouw eigen wijze jouw verjaardag helemaal op een gevoelige plaat vastlegt. En dat je daar ons allemaal deelgenoot van zal maken. Hoe het ook zij, ik wens jou en de jou, jullie en je kids, een geweldig mooie dag. Ik hoop dat jullie toch nog samen kunnen zijn. Ik hoop dat je er iets van kan laten zien later. Maar vooral hoop ik dat je nog heel lang tussen ons mag zijn. In hele goede gezondheid. Rick, hele mooie dag. En gefeliciteerd hè. Hoi. Hi Rick. Volgende week ben je jarig. Alvast van harte gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. En nog vele gezonde, leuke, gezellige jaren met Shirley en de kinderen en al je dierbaren. Nou, wij kregen het verzoek om een liggend filmpje voor jou op te nemen. Dus bij deze. Ik zal even laten zien. We liggen hier samen nu op de bank om jou te feliciteren. En
ik wil ook nog even terughalen dat we al jaren elkaar kennen. En we hebben elkaar leren kennen bij So What. Dat was altijd heel gezellig daar. We hebben veel lol gehad en gelachen. En wat ik me van herinner is dat wij ook altijd fijne gesprekken hadden samen. Dan was er wel eens iets en dan vroeg ik jou om raad. En dan kon je altijd heel duidelijk en rustig uitleggen hoe het in elkaar zat en raad geven. Dus dat heb ik een goede herinnering aan. Nou, verder, we zitten nu natuurlijk allemaal in een moeilijke tijd. Vandaar deze filmpjes die je allemaal zult krijgen van iedereen. En voor volgende week wens ik jou een heel fijne verjaardag. En met de kinderen, kleinkinderen, met iedereen. En volgend jaar hoop ik dat we elkaar allemaal weer in levende lijven kunnen ontmoeten. Veel plezier. En daar komt Gert-Jan nog even. Ja, Rick, van mij ook van harte gefeliciteerd met je verjaardag. 60 jaar, het is een hele leeftijd. Maar je wordt vanzelf 70 hoor. Gaat vanzelf allemaal door en er verandert niet zoveel. Nogmaals, van harte gefeliciteerd van ons. En tot gauw. Dag. Hallo Rick. Jo, van harte gefeliciteerd. Straks met je 60e verjaardag. En er is nog wat een voordeel aan verbonden. Je bent met ingang van 15 mei ben je lid van de grootste club van Nederland. Namelijk de 60 Plus Club. En een fijne dag hè, op 15 mei. Gefeliciteerd. Hallo Rick, happy birthday. Happy birthday. Vandaag is de dag. Van heel harte gefeliciteerd vanuit Australië. En ja, het is een beetje anders, ja, met natuurlijk voor jullie ook. En het is enorm leuk dat we dit even kunnen doen. Hopelijk lukt het allemaal. We zijn al een paar uurtjes mee bezig geweest, moet ik even zeggen. Technology. Technology. Gisteravond begonnen we, nu vandaag weer doorgegaan. So, maar ik denk dat het nu lukt. Zo, heel veel liefs van mij. En ook van Narayan. We zullen even een liedje voor je zingen. Je kent het misschien wel. Je hebt het eerder gehoord, denk ik. Onze dochter en kleindochters hebben misschien, gedaan. Misschien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieve Rick. Happy birthday to you. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. Sorry, I missed one or two chords there. We zullen niet proberen om het op, wat zal ik zeggen, op video, op, wat zeg je, pap in het publiek te zingen. Ik ga het niet sturen. Dit was een grote mislukking. In ieder geval, het maakt je dental. Ik denk dat jullie zo moeten lachen. Heel veel liefs. Okay. Heel veel liefs, hè. Dag. Hey, Rick. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, hè, vandaag. Mooie dag om jarig te zijn. Ja, gelijk met Marjan natuurlijk. Hopen dat we het binnenkort weer samen kunnen vieren. Ja, zou wel wat zijn. Daar gaan we voor. Doeg! Doei! Rick, gefeliciteerd met je 50ste, 60ste verjaardag. We wensen je een hele fijne dag toe. Nou, welkom bij de Oude Mannenclub. Doei! Zo is het maar net, hè? Je ziet het, hè? Elvis, rock'n'roll. Dag, jongen! Hippe de Piep! Hoera, ja! Dacht het wel!